Een boekhandel. Nou ja, dit is eigenlijk een bijna een complete serie die weggaat. Dit zijn de eerste 8 boeken van de Vampire Diaries serie van L.J. Smith in het Duits. Deze geef ik aan een collega als hij ze wil hebben. Ik heb ze allemaal gelezen, maar ja, ik vind de tv-serie beter, sorry, ik heb de hik, dan de boeken. Dan een hele stapel tijdschriften. Een vriendin, nog een vriendin, nog een vriendin, nog een vriendin, nog een vriendin. Fashionista, Fashionista, Tweet Magazine, Gracia, Fashionista, Make-up, Fashionista Special, een Fashionista, nog eentje, en nog eentje, en nog een, een strip, een single issue van Batman. Superman deel 2. De Hulk. En Captain America. De strips gaan naar een collega toe. Dan nog een paar boeken. Simone van de Vlucht. In mijn dromen en op klaarlichte dag. Vind die boek wel leuk, maar lees hem nog een keer. Dan On Top van Anna Noshin. En als laatste de Unofficial Guide to the Vampire Diaries. 100% Vampire Diaries.